Ode 59 tegen SV Urk eindigt in een 1-1 gelijk spel. En bij mij staat Peter Wesseling en Mark Kranendonk. Peter, hoe heb jij deze wedstrijd ervaren? Zeker ten opzichte van vorige week hadden we het lastig de eerste helft. We mochten blij zijn dat het met rust nog 0-0 stond. Veel weggecounterd. En dat hadden we vandaag in ieder geval veel beter voor elkaar. Ik denk de bovenliggende partij de eerste helft. Redelijk voetbal, veel initiatief, veel vrije mensen op het middenveld kunnen vinden. Uiteindelijk hadden we niet heel veel kansen, zeg maar, of echt grote kansen, wel kans op kansen. Ook wel een paar momenten in de 16 meter. Maar we hadden het goed staan, historisch goed. Op het moment dat de bal eruit viel, hadden we redelijk druk erop. Tevreden, de eerste helft. Ja. Mark, hoe heb jij het ervaren als nieuwkomer? Ja, als nieuwkomer. Geen spel tussen te krijgen over de eerste helft. Kijk, bij de eerste fase hadden we wel wat moeite om het verdedigend op orde te krijgen. Ik denk dat we na een minuut of 20, 25 dat we in ieder geval beter stonden. En dan konden we in ieder geval het verdedigend redelijk tegenhouden, goed de ruimtes weghalen. Ja, we worden enigszins teruggedrongen tegen de 16 meter aan. Oké. Dat is wel een deel wat we accepteren op dit moment. Ja, vorige week kregen we natuurlijk 2-3 minuten voor rust, kregen we de goal tegen. Ja, dat is in ieder geval, dat was in ieder geval in dit geval niet aan de orde. Dus dat was mooi. Maar in de rust hebben wij hebben het erover gehad. We hebben er wat beelden bij gepakt, zodat we in de tweede helft een stap konden maken. En de tweede helft zag er toch weer iets anders uit dan de eerste helft in ieder geval. Ja, tweede helft dan maar, Peter. Ja, die zag er inderdaad wat anders uit. We begonnen nog wel goed, vond ik, die eerste 10 minuten. Deed eigenlijk waar we mee geëindigd waren de eerste helft. Ja, en toen hadden we eigenlijk een fase van 15 minuten, denk ik, waarin we het helemaal kwijt waren. Snel de bal kwijt. Ook al in je eerste opbouw de bal kwijt. Onzorgvuldig, waardoor er toch heel veel onrust ontstond. Ja, en zij uiteindelijk op 1-0 komen. Maar dat had ook al wel eerder gekund, zeg maar. Daarna zie je wel weer dat wij het kunnen omturnen. Dat we in één keer toch weer gaan voetballen. Vrije mensen krijgen. Ja, en dat we ook weer op 1-1 komen terecht, denk ik, op dat moment. Onze keeper ons nog geweldig in de wedstrijd houden met een bal rechts van hem. Ongelofelijke redding. Nog één of twee keer 1-1. Daar ook in die fase een paar counters tegen. Wat situaties, standaard situaties die hachelijk waren. Maar uiteindelijk in de laatste 20 minuten trek je de wedstrijd weer naar je toe. Ja, en hadden we hem ook kunnen winnen. Verdedigend staat het wel steeds beter ten opzichte van een week terug bijvoorbeeld. Dus dat geeft vertrouwen. Wij moeten gewoon stappen maken aan de bal. Waardoor we die fase van een kwartier die we in de tweede helft nu gehad hebben, waarin we iets meer in het moment zitten, dat we daar, dat het moet wat langer gaan worden. En we zijn conditioneel prima in orde, want we kunnen best wel lang volhouden. Alleen je kunt van de aanvallers en de aanvallende middenvelders niet verwachten dat ze maar blijven gas geven en pendelen. Dus ja, als we de bal dan hebben, dan moeten we de accu weer een beetje opladen. Daar moeten wij nogal wat stappen gaan maken. We zijn enorm in ontwikkeling, in de breedste zin van het woord. Vanuit begeleiding tot aan op het veld, rondom het veld. En we zijn gewoon hartstikke tevreden. Ja, hartstikke is misschien niet helemaal het goede woord natuurlijk. Want we zien altijd dingen die tot verbetering vatbaar zijn. Maar we maken stappen per week. En voor de wedstrijd het al met Peter ook over gehad. Of dat genoeg is om in deze competitie een beetje wortel te schieten, zeg maar. Dat moet blijken, maar ik ben samen met staf zijn we helemaal niet ontevreden met de stappen die we maken. Af en toe willen we dat die stappen wat groter zijn, maar de realiteit is gewoon, we hebben echt een hele enthousiaste groep spelers die aan alle kanten denken in kansen. We werken heel erg hard door de week. Op het moment van de wedstrijd moet dat er dan uitkomen. En daar is nog heel veel rek. Maar we zijn echt niet ontevreden waar we staan op dit moment. Oké. Dank jullie wel. Ja. Peter, goede reis terug. En bedankt. Dankjewel, Mark. Dankjewel, Mark. En dames en heren, u ook bedankt. En volgende week gaan we naar Dovo. Thank you.